Welkom. Ja, eigenlijk is het vanavond de kick-off. Het begin van het grote avontuur. Bert Veenstra, Europa Run. Wat is dat eigenlijk? Ja, de Europa Run. Europa Run is een fantastisch evenement. Het is een sponsor-estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. En voor de stichting Europa Run. En de stichting Europa Run is een stichting die allerlei activiteiten ondersteunt in de zorg voor kanker. Dus niet de daadwerkelijke behandeling, maar eigenlijk alles eromheen om het, de dagen zo mooi mogelijk nog te maken die er zijn. Dus een fantastisch doel. En een team dat volledig bestaat uit Zwart Sluis, want dat wilde je graag, hè? Dat was het idee. Ja, een team Zwart Sluis. Ik zit in een loopgroep in Zwart Sluis en we zitten al een poosje aan het denken van, goh, zullen we ergens al meedoen? Een leuk loopje. Je hebt van allerlei loopjes ook voor het goede doel. Zie je de Mont Ventoux of dus heb je nog een aantal bergen die elk jaar belopen worden. En een ander mooi evenement is de Europa Run. Ik heb er zelf al twee keer aan meegedaan als fietser. Dus ik kende het evenement. Dus voor mij was het eigenlijk heel makkelijk om te zeggen van, goh jongens, we gaan dat doen. Dat is een fantastisch leuk evenement. Maar nu als loper. En er zitten heel veel mensen achter ons. Het team is zo goed als vol. Dus Zwart Sluis was meteen enthousiast om mee te doen. Het verbaasde mij hoe snel het ging. Ik had natuurlijk wel een beeld voor ogen van, goh, hoe gaan we dit team gestalte geven. Maar het ging heel snel. Heel veel enthousiaste mensen. We hebben voor het fietsgedeelte aansluiting gezocht bij de fietsgroep hier in Zwart Sluis. Die waren ook gelijk heel enthousiast. Dus die nemen de fietsvacatures op zich. De loopvacatures hebben we vol. En eigenlijk hebben we alle ondersteunende vacatures uit de omgeving van de fietsers en de lopers gehaald. En kijk achter ons, er zit een hele leuke diverse club aan mensen bij elkaar. Uit eigenlijk alle hoeken en alle lagen van Zwart Sluis. Dus ik denk dat we een fantastisch mooi team bij elkaar hebben. Ja. Je hebt er zin in, merk ik. Ja, ik ben er nu een week of vier heel intensief mee bezig. En het geeft heel veel energie. Helemaal om te zien dat niet alleen het team heel enthousiast is. Maar de eerste sponsoren die we benaderd hebben zijn heel enthousiast. Bepaalde essentiële dingen nu al geregeld. Nou, het moet nog een half jaar duren voordat we eindelijk van start kunnen gaan. En als je dan ziet dat iedereen er op dezelfde manier mee omgaat, dan geeft dat kracht, dan geeft dat energie. En is het ook leuk om daarmee om te gaan. Ja. Karel Appelo van de Fiets Tour Club Zwart Sluis, moet ik officieel geloof ik zeggen. Klopt, ja. Waarom doe je mee? Bert die heeft ons benaderd met het plan voor de Europa Run. En de Europa Run is een loopestafette en daar zijn ook fietsers voor nodig om de lopers te begeleiden tijdens de estafette loop. En Bert heeft ook gekeken van wat zijn nou goede fietsers of in ieder geval fietsers die lange afstanden kunnen rijden in Zwart Sluis. En Zwart Sluis heeft een fietstoerclub, die heeft ons benaderd en we hebben in de club gekeken van wie heeft er interesse voor om de fiets of de lopers te begeleiden. En op dit moment doen er nou 5 fietsers mee om de lopers te begeleiden. Ja. Had je er wel eens van gehoord, van de Europa Run? Nee, nog nooit. Langs de zijlijn wel, maar niet echt wat het echt inhoudt. Dus daar hebben we ook goed naar gekeken. En het is een heel goed doel. En ook een uitdaging. En voor een ieder om met 25 mensen dat te klaren. Dat is een goed doel. Ja. Is het ook de eerste keer dat jullie iets gezamenlijks doen? Of doen jullie wel vaker aan evenementen mee? Nee, als fietstoerclub doen we verder niet mee. We rijden gewoon toertochten. En af en toe doen we ook een goede doelenronde. Omdat ook een van de club, die heeft ook kanker, zeg maar. En daar rijden we ook af en toe een ronde voor waar we geld voor inzamelen. Ja. Ben je hier speciaal voor in training of is dat niet nodig? Voor ons eigenlijk niet, maar het is toch een andere discipline. Het is langzaam rijden, het is zeg maar 12 km per uur. Normaal rijden we 30, 28 km per uur gemiddeld. En het is lange stukken, zeg maar 4 uur achter elkaar, zo'n 12 km per uur rijden. En daarbij ook de lopers te begeleiden. Dus ook de route moeten we in de gaten houden, het verkeer. En dat is dus een nieuwe ervaring. Ja. Jan Post, begeleider. Wat betekent dat? Wat moet je doen? Nou, eigenlijk wat het woord al zegt, zeg maar. Het begeleiden van in mijn geval de lopersteam, zeg maar. Die jongens die gaan in estafette vorm zeg maar een afstand afleggen. En wat ik eigenlijk moet doen is ervoor zorgen dat als een bepaalde afstand afgelegd is, een loper eruit gaat en een loper er weer in. En dat ga je dus eigenlijk gedurende de periode dat ze moeten lopen, ben je dus daarbij aanwezig en zorg je dat je op de juiste plek stopt. Ja, het is een hele logistieke operatie. Naast dat het lopen is, is het ook logistiek best lastig. Ja, dat zal nog niet makkelijk worden, denk ik. Het is natuurlijk veel werken met GPS en met telefoon.
En zorg dat je elkaar in ieder geval op de juiste punten weer treft, zeg maar. Er zijn twee parcoursjes waar dus ook geen vervoer bij mag. Dat is in Parijs en dat is in Antwerpen. Nou, en Antwerpen is natuurlijk wel de kunst om ervoor te zorgen natuurlijk dat je om Antwerpen heen bent voordat de lopers er weer zijn, zeg maar. Dus dat vergt nog wel een beetje een logistieke operatie, ja, 100%. Ja, precies. Dus het is ook best wel een voorbereiding die je moet doen. Ja, we hebben een paar mensen erbij zitten die zeg maar ook de regio gaan verkennen, of althans de route gaan bepalen. Er zijn wel een paar vaste punten waar je aan moet houden, maar voor de rest ben je toch een beetje op je team aangewezen om te zorgen dat je natuurlijk wel van A naar B komt. En voordat je weer in je rustpunt komt, ook al is die maar heel kort. Maar ja, daar komt wel even wat bij kijken. Ja, dat is nog wel een werkje. Waarom doe je mee eigenlijk? Ja, natuurlijk voor het goede doel. Ik bedoel, Zwartsluis tegen kanker, dat is natuurlijk helemaal geweldig om daaraan mee te mogen werken. Ik heb mijn vader zelf ook overlijden aan kanker, zeg maar. En Bert is een goede vriend van mij en die vroeg mij van, nou Jan, wil je meedoen? Ik heb er niet eens over getwijfeld. Ik heb gelijk gezegd van, ik ga me er voor 100% voor inzetten. En ja, natuurlijk doe ik mee.